Ja, het is al een tijdje terug dat mijn laptop hier op tafel heeft gestaan. En dat is eigenlijk voor iets heel speciaal. Of ja, iets heel speciaal. Iets wat wij terug gaan doen. Welkom in de serie... Natuurlijke mening. Ja, je zult denken van, ja, een natuurlijke mening, daar is toch nu niet zoiets speciaal aan? Nu deze keer toch wel. Ik heb terug mijn laptop hier staan. Wij gaan vandaag een video bekijken en mijn mening daarover geven. Nu, ik ga mijn laptop open doen uiteraard. En nu zal je denken van, Jordi, welke video ga jij bekijken? Wij gaan dus samen kijken naar een video en dat heet Scorpion Sad of TikTok. Zoals je zelf weet, ik hou nogal van schorpioenen. En dat is eigenlijk mijn dieren waar ik het meeste van hou in mijn terrariums. Dus ja, ik had zoiets van, laten we eens naar de TikTok-zijde gaan, die overigens op YouTube staat. En daar eens eigenlijk commentaar gaan opgeven van hoe mensen eigenlijk omgaan met hun huis... Schorpioen, laten we het zo noemen. Zet je schrap, want het kan soms wel heftig gaan in deze serie. Want daarom heet het ook Natuurlijke Mening. Ja, de serie waar wij soms een stapje te ver gaan. Dat had ik in het begin moeten zeggen. Maar oké, laten we van start gaan. Het eerste filmpje is dus eigenlijk iemand die een schorpioen... in zijn vent heeft zitten. Het zijn allemaal hele korte filmpjes. We gaan ze niet allemaal bespreken overigens. Een aantal. Om jullie een idee te geven hoe de serie de Natuurlijke Mening een beetje gaat. En hoe we het verder gaan zetten. Maar we gaan dus kijken wat ze allemaal te zeggen heeft. Am I in Pennsylvania or fucking Arizona? Why did a scorpion crawl out of my fucking air vent? Wat? Wacht, dus het gaat om een heterometrus soort en die is dus momenteel aan het klimmen in een air vent, oftewel een ventilatieschacht in iemand zijn huis. En die persoon vraagt zich af of hij in Pennsylvania of Arizona zit. Waarom er een schorpioen uit haar ventilatie krijgt? Nou, punt 1, zoals je wel kan zien. Het ventilatiegat is overigens veel te klein voor zo'n schorpioen. Punt 2, Pennsylvania of Arizona? Are you kidding? Die schorpioenen leven daar niet eens. Hoezo kom je bij die vraag? Nee, ik zal jou het juiste antwoord geven. Jij bent gewoon een of andere maloot die dacht... Hey, ik wil een TikTok maken. Hey, ik heb een schorpioen. Laat ik deze schorpioen... op de air vent laten kruipen en daar dan een filmpje van maken alsof die er net is uitgekropen. Wauw, wat een geniaal idee. En de meeste mensen die eigenlijk geen verstand hebben van schorpioenen, die gaan dat natuurlijk gaan geloven. Maar ik... en jullie... nee, wij trappen daar niet in. Stel je ook voor dat die schorpioen trouwens van die hoogte naar beneden valt. Schorpioen is dood. Ja... diervriendelijke content. Niet op TikTok te vinden dus. Op naar het volgende filmpje. Oké. 1. Wat de hel doet een schorpioen op een strand? Want nee, dat is geen woestijn. Je ziet overigens duidelijk dat het nat zand is, nat klimaat is. 2. Waarom ik denk dat het een strand is, is ja, sinds wanneer liggen er schelpen in de woestijn? Leg mij dat eens uit. Die schelp is van een eremietkreeft. En die persoon dacht van, hey, laat ik een filter over mijn filmpje zetten, zodat de schorpioen blauw wordt. Want volgens mij gebruiken ze geen blacklight. Ik weet het overigens niet zeker. Wat overigens zeer slecht is voor je schorpioen om blacklight te gebruiken. Je mag het wel doen, maar in hele korte dingen. Dus eigenlijk kan dit hier niet zo'n kwaad.
Maar waarom in godsnaam die schorpioen in die schelp laten kruipen om daarna te gaan uitlopen treiteren met een stok? Waarom? Waarom? Laat dat dier toch gewoon met rust. En als het jouw huisdier is, zoals ik in je terrarium zet met schorpioenen, laat het gewoon in je terrarium zitten, man. Doe gewoon normaal. Waarom? Waarom? Waarom moet het? Nou, op naar het volgende filmpje. Want ik denk dat het... Ja, het kan niet beter gaan. Door het gaat alleen maar bergaf gaan. Nou, op naar het volgende filmpje. Wow, look at this crazy alien blue scorpion. Not really. Scorpions actually naturally fluoresce underneath the black light. That was not a filter. That is just how they look underneath a black light. Ja! Ja, niks mis mee. Wauw. Ja, verbaast mij eigenlijk wel. Dan zijn het misschien wel positieve dingetjes. Het ding is, zoals ik daarnet zei, je mag niet echt lang blacklight gaan gebruiken op schorpioenen. Schorpioenen houden absoluut eigenlijk niet van licht in het algemeen. En kunnen ze blacklight zien? Ja. Twee, die gozer heeft sowieso zijn lichten aan. Ik bedoel, tuurlijk, hier achter mij in deze bak, de lichten staan nu ook aan. Maar het voordeel is, bij mij kunnen ze zichzelf gaan verstoppen. Ze hebben 3 schuilplaatsen in het terrarium, ze kunnen zich gaan verstoppen. En ja, ik weet niet, hanteer je schorpioen niet echt zoveel? Ik weet niet, ik zie hier 1 filmpje, dus ik weet niet of hij dit vaak doet. Maar als hij dit vaak doet, stop er gewoon mee. Want het is geen hond of een kat of een cavia of een konijn of zo. Gewoon nee. Maar overigens, in het algemeen... Niet zo'n kwaadaardig filmpje. En hij geeft ook een leuke uitleg. Big ass scorpion crawling on the ground, so I went and caught it. And then I look up, and there's this damn deer just staring at me, bro. Like, this deer just staring, mugging me, bro. Mean mugging me, too. Like, he knows what I just did, bro. What's worse, bro? Oké. Ja, deze jongen heeft dus blijkbaar een schorpioen gevangen. Ik weet niet waar die leeft. Ik weet het niet. Het kan. Het kan. Ik ben niet 100% zeker of het kan. Want het is overigens weer een heterometrus soort. Heterometrus soorten leven over het algemeen warme klimaten, vochtige klimaten. En wat ik zag in het filmpje was niet echt dat het daar kon leven. Dus misschien heeft die gozer ook gewoon een schorpioen thuis zitten. En dacht gewoon van, hey, ik ga een schorpioen op een straat leggen. Ik zet er een potje over, zodat ik mijn schorpioen niet kwijt geraak. En dan gewoon een filmpje maken dat hij hem zogezegd heeft gevonden. En toevallig stond daar waarschijnlijk een hert of zo. Ik weet niet. Dat is mijn gedachte over die video. Op naar de volgende video. Oké. Voor de meeste mensen zullen denken, hey, dat filmpje is eigenlijk nog niet zo slecht. Je ziet allemaal kleine potjes waarin hij dus eigenlijk naakweek gaat gaan houden en waarschijnlijk groot gaat brengen. Maar, er is een enorme maar bij deze video. Kunnen jullie de maar vinden? Ik geef jullie 5 seconden. Nou, niet gevonden? Oké, dan zal ik het voor jou zeggen. Het ding is dus zeg maar zo, deze schorpioentjes zijn dus eigenlijk nog, het exoskelet is nog niet verhard. Dat wil dus zeggen dat alle deukjes, als je ze oppakt aan de staart of zo, of ze vallen om of zo, dat is permanent. Want het exoskelet wordt met de deuk in de staart of dergelijke hard. En dan hebben ze mankementen, ze kunnen niet goed lopen, ze kunnen niet goed eten of dergelijke. Hanteer nooit, nooit een schorpioen waar het exoskelet nog niet verhard is. Doe dat nooit, mensen. Echt waar. Dat is een hele grote fout die je kan maken. Deze dieren zijn zo fragiel op dat moment. Doe dat niet. Wacht totdat het exoskelet verhard is en dan pas kan je ze hanteren. Wat ik ook eigenlijk afraad. Maar alsnog, dan pas. Op naar het volgende filmpje. This beauty is a desert hairy scorpion.
As you can see, they are not particularly aggressive, but even if he were to sting me, I would be okay. They have a very mild sting that is comparable to a bee sting. As a general rule of thumb, you can tell how venomous a scorpion is by looking at the pinchers. If they have big, meaty pinchers like lobster claws, their venom won't be too bad. Okay, informatief, leuk. En het enige nadeel wat ik vind is, hou je schorpioen alsjeblieft boven een tafel. Want als die van je hand valt, wat altijd kan gebeuren, dan is je schorpioen beschadigd of dood of zo. Dat kan gebeuren. Maar buiten dat, ja, eigenlijk wel een interessant filmpje. By the way, dit is eigenlijk wel een leuke inkopper. Ik heb een reactie gekregen een tijdje terug van iemand die zei van hey, jij zegt in je video dat je Hadrurus arucinensis eigenlijk giftig is en dodelijk is. Dat is niet waar. Nu, het klopt. Wat je zegt klopt. En wat deze persoon zegt in de video klopt ook. Het ding is alleen, ik heb redelijke jonge kijkers en versta alsjeblieft dat ik zeg maar de mensen niet wil. Hey, dat het van hey, ja, deze schorpioen ga ik houden als huisdier. Want ja, het is nice of zo. En dan uiteindelijk worden ze toch gestoken. Want jonge kinderen die misschien een probleem hebben met hart of zo, of met een hartprobleem, of die hebben misschien een bepaalde allergie. Ja, sorry, maar dan is het toch wel fataal. Dus persoon, als jij kijkt die dat reageert heeft, je hebt gelijk. Maar ik heb het met de reden gedaan en ik hoop dat je dit ook verstaat. Maar alleszins, toch bedankt voor die reactie. Ik hou altijd van een kleine dierendiscussie, zoals ik dat altijd noem. Maar desniettemin, op naar de volgende video. Here's an update on my California common scorpion mother and her babies. As you can see, the babies are now off of her back and very lively. However, I have to separate the mother so that she doesn't accidentally or purposefully eat her babies. I'm also going to give her a larger enclosure so that she can properly burrow because I don't have to keep a closer eye on her anymore. She'll dig under the wood. The mother and some of her babies will be donated to an invertebrate exhibit that I volunteer at. Nice, nice and niet nice. Het nice eraan is, hij heeft waarschijnlijk gewacht tot het exoskelet dus verhard is van de kleine schorpioenen. Want hier in de video zagen ze er wel verhard uit. Nice. Het ding is, zelfs al heb je een schorpioen waar kleintjes worden geboren of op de rug zitten, alsjeblieft stop ze in een grotere terrarium. Deze persoon in de video zelf zegt dat hij gaat de moeder verwijderen, want anders kunnen de kleintjes opgegeten worden door de moeder. Klopt, maar hou je er ook rekening mee dat je kleintjes ook wel de kans moet geven om weg te lopen van de moeder als het zover is? In deze video niet. Als jij ooit een nakweek hebt, zorg er alsjeblieft voor dat je kleintjes genoeg plaats hebben om te kunnen weglopen. Verstoppen, want de moeder kan altijd de kleintjes opeten als ze zoiets heeft van hey, ik heb honger en mijn zoon of dochter ziet er wel lekker een hapje uit. Kan altijd gebeuren. Het tweede ding wat mij irriteert, ik hoop dat dit, misschien is het jullie ook opgevallen. Ja, het gaat dus volgens mij ook om een Arizona Desert Scorpion, oftewel de Hadrurus arucinensis. En het ding is, ja, die leeft eigenlijk een beetje in een zandgrond, niet echt in een aardegrond. Ja, zeg ik dit goed? Ja, dat is eigenlijk het enige. Op naar de laatste video waar ik op ga reageren. Alright, would y'all grab this $100 bill? I'm really... Dude, I'm fucking so scared. I don't know how this happened. Excuse me, sir. Can I please get my money back, please? Please, sir. Please don't let me. Please, just give it back. Sir, thank you. Oh my god. Whoa. Oké, wow. Dit is echt insane. Ik ga mijn laptop alles eens al sluiten, want er zijn genoeg video's gekeken. Maar die laatste video, what the fuck was dat? What the hell? Je zag duidelijk dat de schorpioen het dollarbriefje niet vast had tussen de scharen. Wat is er daar precies gebeurd? Heeft hij het briefje gelijmd op de schorpioen? Ik denk het wel.
Want je zag duidelijk dat als mijn hand de schaar is, dat het briefje bovenop de schaar is geplakt. En waarom zou een godsnaam schorpioen rondlopen met een dollarbriefje? Ben je nu echt serieus? Ja, ik weet dat die mensen die TikTok-filmpjes maken deze video van mij nooit gaan kijken, maar ik hoop dat jullie echt hetzelfde denken van mij, want dit is gewoon krankzinnig. Mensen die dieren gebruiken, het maakt niet uit welk dier het ook is, al is het een kat, hond, cavia, schorpioen, vogelspin, het maakt mij niet uit. Als jij dingen gaat lopen doen om er amusement of views uit te halen, en dan ook al bezeer je het dier niet, permanent of niet permanent, maar je doet er iets mee waarvan ik denk, what the fuck man, flikker op, flikker gewoon op. Dit is de reden waarom dieren uitsterven. Omdat wij mensen gewoon de dieren mishandelen op verschillende manieren. Doe gewoon normaal. Doe gewoon normaal. Maar ja, wie ben ik om er iets op te zeggen? Alleszins, ik hoop dat jullie deze video van Natuurlijke Mening met de laptop erbij leuk vonden. Vergeet zeker beneden niet te abonneren. Deel deze video ook met al jullie dierenvrienden. En zet het notificatiebelletje aan, zo krijg jij een melding wanneer ik een video heb geüpload. Want dat is altijd leuk. En ga ook eens kijken in mijn beschrijving van mijn video. Daar vind je allerlei links, waaronder mijn podcastlink. Ja, even serieus. Als jij een kijkje wil in mijn privéleven, wij uploaden 2 keer per maand een podcast. En dat gaat over verschillende onderwerpen, wat niet met dieren te maken heeft. Maar amo, ben je fan van mij? Wil je meer weten over mij? Dit is je kans. Ga gewoon naar een podcast. Even serieus, link in de beschrijving. Dank je wel. Tot zaterdag met een dierenvideo. Ciao, mensen.